Mijn naam is Ton Lankreijer. Ik heb vandaag een gesprek met iemand die overal achteraan gaat en daarom iedereen kent. Dat is een reputatie van hem. Een onorthodox mens. Een media tycoon wordt er gezegd. Maar niet te veel van deze mannen in één bestuur. 5 is te veel, roept een oud collega. Een netwerker, een creatief mens. Peter van Gorssel, welkom. Ja, dankjewel. Als ik jou onderzoek, zeg maar, hè, even snel journalistiek scan, dan kom ik een woud van functies tegen. Je bent eigenlijk nergens te plaatsen. Maar er zijn wel een aantal kenmerken die steeds terugkomen. Je bent een supercreatief mens, maar je bent ongeschikt voor de politiek, zeggen mensen. Je zou daar enorm veel tumult maken, want je bent ook een man die een duidelijke visie heeft. Sterker nog, niet schroomt om mensen meningen op te dringen. En toch zit je ook in een AVRO-bestuur. Dat klinkt dan weer heel erg braaf, zeg maar. Van. Wat vind je van al die typeringen en karakteriseringen, Peter? Nou, kijk, ja. Ik ben zeker niet geschikt voor de politiek. Want ik heb weinig geduld voor gedoe, kippigheden, kletsende mensen, dommiteiten, daar kan ik niet zo goed tegen. En ik ben ook daar niet voor geschikt, want ik ben een man met een mening. En ik ben ook niet bereid om die op stoel of bank te steken. Zelfs al weet ik van tevoren dat er heibel komt of dat ik mee daarmee in de probleem kom. Dat is zeker waar. Dat ik veel gedaan heb, dat kan niet anders. Want ik ben op mijn 17e, bijna 18e gaan werken. En heb niet zoals veel mensen eerst nog gestudeerd en dan nog daar had ik helemaal geen zin in, kan ik ook uitleggen waarom. En dan ga je veel dingen doen en ik was altijd vrij snel uitgekeken ergens. Hm. Omdat ik dacht, zeker als ik in het begin ergens werkte, dat kan ik ook, dacht ik, nadat ik er 3/4 jaar werkte. Nadat ik er 1.5 jaar werkte, dacht ik, dat kan ik eigenlijk veel beter. En dan ga ik duwen. Dus ik heb ook van mijzelf gezegd, ik heb een uiterste houdbaarheiddatum voor een organisatie. Dan Maar ja. Mirjam Nouwen, hè, een bestuurder van de AVRO, zegt bijvoorbeeld, Peter is echt zo'n jongetje die, je hebt LinkedIn, hè? Ja. LinkedIn zitten we allemaal op en jij bent dan zo'n 500+ mannetje, zegt ze. Ja, klopt. Ja. Wat vind je daarvan? Is dat, moedigt je dat aan en zeg je van nou, ik kan alles, ik durf alles? Ik weet niet of ik alles kan, maar ik probeer wel alles. Mm-hmm. Dat is het, ik laat mij ook niet tegenhouden door gedacht van dat kan ik niet of ik zou kunnen mislukken of dat durf ik niet. Daar heb ik geen problemen mee. Voor LinkedIn was voor mij de ideale manier om die 5 Rolodexen die ik had, met al die kaartjes, om die in één database in elkaar te hakken. Zonder dat ik die zelf hoefde te bouwen, want dat had ik wel eens geprobeerd. Maar het vond echt veel te veel werk. Ja. En toen dit langzaam, toen dacht ik, ja, dat is prima. Daar kan ik het allemaal opslaan, dan heb ik het bij elkaar. En ik kan er ook in zoeken en nu maak ik er uitgebreid gebruik van. Ja. Wij komen alle twee uit de televisiewereld, hè? Grappig. Ruim voordat jij het AVRO-pand binnenliep, bij de Algemene, zeg ik altijd. De Algemene, hè? Ja. De Schravenlandse Weg, in dat mooie gebouw. Ja, ik vind niet zo'n mooi gebouw. Het oude gebouw. Het oude gebouw. Het oude gebouw is geweldig. Ja, niet dat rare AKN gebouw. Nee, dat is nooit ernstige vergissing. Dat is nooit iets geweest. We hebben het over het mooie AVRO-gebouw. Dat was een fantastisch gebouw. Ja. Ik kwam daar bij Radio 1 bijvoorbeeld. AVRO's televisier heb ik gedaan. Ik heb met Gert-Jan Dreugen gewerkt. In die tijd was de AVRO een beetje stoffig. De Algemene klinkt al niet keuzematig. Nee. Van we staan ergens voor. Hè? Jij zit al een tijd in het bestuur, hè? In de Raad van Toezicht zit je nu. Ja. Dat doe je nog 2 jaar, heb ik nog begrepen. Nog 2 jaar en dan. Hoe is dat nu? Vergelijk het eens met de jaren 90. Nou, kijk, in de jaren 90 was de AVRO natuurlijk een kleurloze organisatie. Maar ook richtingloos. Van alles wat. Ja. We willen zowel een nieuwsprogramma, maar we willen ook publieksvoorlichting, maar we willen ook dit en willen ook dat. En er werd nooit gestreefd naar om het beste te maken wat je kon maken op dat terrein. Dus dat maakte een kleurloze organisatie. Bovendien
lieten de organisatie dikwijls wel eens de oren hangen naar de toenmalige vereniging. En toen nog eigenlijk ongelooflijk belangrijk waren. Hartstikke belangrijk. Trouwens, en onvoorstelbaar groot. Maar dat is, het is hetzelfde met de verzuiling die feitelijk ook aangetast is. Zie je nu ook bij de omroepen. Die hele verenigingen en die blaadjes die erbij horen. Dat is natuurlijk een gepasseerd station zo langzamerhand. Zeker. Maar was toen nog van groot belang. Ja, en vergis je niet. En strak georganiseerd. Strak georganiseerd in alle lokale afdelingen met voorzitters en secretarissen en vergaderingen en notulen. Ja. En twee keer per jaar bij elkaar voor een overkoepelende verenigingsraad. En die had ook macht. Want hoe ben ik bij de AVRO gekomen? Niet omdat ze mij gevraagd hebben. Want als je naar mijn profiel kijkt, dan had er bij de AVRO niemand aan mij gedacht. Nee. Nou, maar in één keer ontsloeg de toenmalige bestuurder directie. Het had een tweekoppige directie op, want die hadden altijd ruzie. En die ruzie was ingebakken, want ze hadden een zakelijke en een artistiek leider. En dat is een recept voor ellende. Want die gaan elkaar altijd op een of andere manier de winkel uitduwen. Precies. Toen werd de verenigingsraad boos. Want die zeiden, je kunt niet de directie besturen. U mag de directie niet ontslaan zonder ons daarin te kennen. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, had even de statuten gelezen. Dat mogen ze namelijk wel. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je toch ruzie met je hoogste orgaan. En vervolgens werd het bestuur naar huis gestuurd. En toen was er niks. En toen hoorde ik via dat er een nieuw bestuur gezocht werd. En ik ben zo brutaal geweest om iemand van de AVRO-vereniging op te bellen en te zeggen, ik ben bereid om in jullie bestuur te gaan zitten, want ik denk dat ik weet wat er moet gebeuren. Kende je die persoon? Was dat een staaltje netwerk? Nee, gewoon. Was dit gewoon een impulsieve actie? Ik dacht, die man, die je woont daar, ik heb je telefoon, ik ga je gewoon bellen. Ja, kijk, ik zag dat bestuur, hè. Dat is van een compleet ander karakter dan vroeger, hè. Ja. Ik kom Nijpels tegen. Ja. Boelestaal. Boelen. Bankier. Ja. Maar dat is toezicht, hè? Kijk, als je terug naar het AVRO-bestuur nog. Nu heb je natuurlijk een directie, hè? Mediadirecteur. Nu heb je echt een mediadirecteur en een financiële directeur en een algemeen directeur. Erik van Stade. Erik van Stade, heb ik meegewerkt. Hele goede directeur. En Remco van Leen. Remco, ook veel ook programma's voorgemaakt. Ja. Ja. Die zag ik daar zitten, nu op dit moment. Maar dat rijtje van mannen en vrouwen wat eronder zit, hè, waar jij dan toe behoort. Ja. Ja, dat zijn van die typische algemene bestuurders. Zijn algemene bestuurders. Als je die nevenfuncties ziet, jij hebt er ook 7, daar kom ik zo op. Ik wantrouw dat altijd een beetje. Weet je wel, Nijpels, die doet ook van alles, van milieu tot media. Ja. Boelestaal, niks mis mee. Commissaris geweest van de koningin. Voorzitter van het bankierswezen. En ineens zit jij daar dan tussen. Ja, goed hè. Ik ben voor de onrust. Maar toch rijmt het niet, hè? Velen omschrijven je als een soort avant terrible, onorthodox denkend. Ja. Niet bang voor een opstootje. Nee. Bestuur is toch per definitie saai, ook al zitten er nu andere mensen in? Nee, niet als je, en dan gaan we even terug naar toen ik bij de AVRO en het AVRO-bestuur kwam. Als je aan het begin heel duidelijk zegt, ik kom hier in het bestuur, ik kom dit ook doen. Ja. Omdat dit bedrijf, het toenmalige AVRO-bedrijf, heeft een heel groot probleem. En ik vind het interessant om samen met dat bestuur dat probleem op te lossen. Want ik heb daar een mening over. En ik ben toen ook begonnen. Maar wacht even, een mening is iets anders dan iets te kunnen oplossen. Ja, maar als je bij de eerste vergadering ontdekt dat iedereen zegt, ja, we delen jouw mening niet, dan moet je ook de deur uitlopen. Ja, ja. Als je in een bestuur gaat zitten met executive power, dan moet je ook kunnen zeggen, als ik hier niks kan uitrichten, en dan ga ik weg. Okay. Want dat heeft geen zin. Maar waarschijnlijk had je net zoals ik goed gekeken naar die omroep. Ja, en je kende de programma's. En je bent slim genoeg om die structuur te doorzien voordat je daar naartoe gaat. Ja. Wat was nou het grote struikelblok? Wat wilde jij eigenlijk het liefst veranderen? De AVRO wilde alles voor iedereen zijn. En dat kan niet. Nee. Dat klinkt ook te onnozel. Dat is gewoon heel onnozel en heel naïef. Ze wilden alles voor iedereen zijn. En bovendien zaten zij nog in een eigenlijk uit de jaren 50 stammend zendmodel. Ja. En ik heb daar wel eens in de eerste vergadering gezegd, toen zei ik, nou kijk, vanuit een marketeersstandpunt is jullie propositie eigenlijk onhoudbaar. Mm-hmm. De burger in Nederland moet geld betalen aan een instantie die hij niet kent, waar hij ook geen lid van is. Dat geld geeft die instantie aan mensen die maken een programma wat die burger misschien niet wil zien, dan wel wordt uitgezonden op een tijd waarop hij niet kan kennen. Ja, ja. Ik zeg, in termen van marketingpropositie heb je nu verloren. Ja.
Maar let wel, daar was de AVRO niet een uitzondering. Nee, ze waren allemaal zo was de structuur van de omroep op dat moment. Ja, zo precies. Precies. En mijn standpunt was ook, degene die het eerst beweegt, first mover advantage, die kan zich ook goed vernieuwen in zo'n bestel. Ja. En ik heb daarom aangedrongen en ik heb twee dingen gezegd. Eén is, kies een aantal onderwerpen en thema's in het publieke domein die je heel goed kan bedienen. Cultuur, hè? Cultuur. Wat het nog steeds is. En wat het nog steeds is. En verander van een zendorganisatie naar een mediaorganisatie waar mensen bij willen horen. En waarbij je je boodschap op allerlei manieren naar buiten kunt brengen. Zeg maar de identiteit, hè? En dus uiteindelijk vernieuw je identiteit, maar durf ook dingen los te laten. Ja, maar hou ook met dingen op. Ik begrijp dat jij komt ook uit een behoorlijk heftig links gezin. Behoorlijk, ja. Net zoals ik, hè? Ja. Het gebroken geweertje, bij ons thuis was het dan de VARA. Als je dat nou vergelijkt, de VARA beantwoordde die dan wel aan het profiel wat de AVRO miste? Nee, de VARA had precies hetzelfde probleem, alleen anders ingekleurd. Maar hadden sterker een boodschap van de Rode Haan, Jan Nagel, weet je wel. Maar ook zenden en geen mediabedrijf. Nee. Het was ook een... Het was gewoon een zendbedrijf. Ja. Het waren eigenlijk dominees. Ja. Het waren mensen die... Ja, 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 ja. Kijk, de een stond op de barricade en de ander stond op de kansel. Ja. Maar in beide gevallen ging die vinger omhoog. En ik zei, die vinger gaat niet meer omhoog. Nee. Het gaat om de inhoud. En wij richten ons op redelijk opgeleide, nadenkende burgers... die zelf aan de inhoud kunnen zien wat wij doen... En wat voor boodschappen naar buiten willen brengen. Ja. Dus ik wilde ook dat hele gepreek eruit. Maar grappig, feitelijk nam je een soort voorschot op de huidige staatssecretaris. Ja. De staatssecretaris, die heeft een probleem met zijn plannen in de Eerste Kamer. Is dat afgeschoten. Maar wat hij eigenlijk zegt is, luister, de omroep is eigenlijk een beetje van iedereen. Iedere buitenstaande, dan hebben we het over producenten, moeten daar formats kunnen inleveren. Ja. En dat moet afgelopen zijn met dat hiërarchische, dat benauwde bestuurlijke. Het moet opengebroken worden. Dus ik kan me voorstellen dat jij blij bent met het huidige beleid. Ja, ten dele. Eerst wil ik iets anders zeggen. Kijk, ik heb ook bij de AVRO gezegd, jullie hebben als publieke omroep in Nederland een paar ernstige fouten gemaakt en een aantal dingen niet gezien. Je hebt niet gezien dat de desecularisatie en de ontzuiling van Nederland voortbreidt. En jullie dachten, en als je het al gezien had, dan dacht je, nou, dat gaat ons niet gebeuren. En om dat niet te laten gebeuren, zijn jullie heel dicht tegen de politiek aan gaan schurken. En je hebt ook allemaal in je bestuurlijke apparaat politieke benoemingen gedaan. Maar als die politiek ineens van koers verandert, dan zit je gewoon naast je vijand in plaats van naast je vriend. Ja. Dat hebben ze niet gezien. Jullie hadden afstand moeten houden van die politiek. Wat je dus steeds ziet, gesjeesde politici, hè, om het maar even gechargeerd te zeggen, zie je allemaal terug in die besturen. En dat is eigenlijk wat jij... En niet alleen bij de publieke omroep. Nee, nee. Ziekenhuizen, zorg. Over, als je als politicus niet meer trekt in Den Haag. Ja. Wat zag ik nou laatst van de week? Dat heb ik nog even hard gevloekt. Die oude mevrouw die op landbouw zat met die witte lok. Ja, ja. Die is nu Nederlands vertegenwoordiger bij de World Food Organization. Ja, ja, zes van het CDA. Gedropt in Rome, ja. Roep ik dan. Denk je, ja, die vrouw heeft namelijk alles fout gedaan. Maar even terug naar maar goed, weet je, dat is al drop. Nog één vraagje aan jou. Ja. Die besturen, die zijn dus te politiek geïnfecteerd. De politiek. Dus die moeten er helemaal niet meer in zitten, die types? Moeten er alleen maar mensen zoals jou in zo'n bestuur zitten? Nee, je moet zitten? Een mix hebben. Je moet dus zowel politiek verantwoordelijk hebben. Daarom ben ik bijvoorbeeld met Mirjam Nouwen, die jij noemde. Die vind ik heel goed, want die heeft geen zware politieke kleuring. Komt uit een hele andere hoek. En is de beste penningmeester waar ik ooit mee gewerkt heb. Zij doet financieel... En die vrouw is echt zo goed. Ja. Als ik de financiële stukken heb gelezen en ik kan dat heel aardig, heb ik twee vragen waarvan ik, nou, dat is knap voor mij, dat ik die vragen gevonden heb. En vervolgens begint zij de vraag te stellen aan de financiële directeur. En denk ik, ja, op dat niveau zit ik niet. Maar daarom zit ik met jou in dat bestuur. Ja. Want jij bent daar heel goed in. Dus ik vind dat ook de mix in die besturing niet goed is. Nee, maar de omschrijving van jouw taak is het begeleiden van creatieve processen. Ja. Vind ik nogal, met alle respect, vind ik nog te algemeen. Dus geef nou eens een heel concreet voorbeeld. Nog los van de structuurverandering van de omroep, maar... Je hebt gezien nu van de week dat de AVRO-TROS een prijs doet voor een scriptwritersprijs.
Nou, dat is een van de dingen waarvan ik zeg, dat gaan wij doen in de komende jaren. Want wij moeten ons, als we relevant willen blijven, ook binden met talent in Nederland. En hoe haal je die naar binnen? Hoe vestig je de aandacht op je door zulke soort prijzen? Volgens mij is dat ook al, bij kranten doen dat ook al, hè? Ja. Het is niet nieuw, hè, dit? Nee, het is niet. Nee, maar weet je, je moet niet proberen origineel te zijn. Je moet proberen effectief te zijn. Alles is eigenlijk al een keer bedacht. Okay. Het gaat erom of je het op het juiste moment kunt zeggen. Nou, en dan moeten we nu dat inzetten. Want dan hebben we zo'n prijs voor scriptwriting. Bij de AVRO heb ik heel erg aangedrongen toen ik dat pas was. Om zo snel mogelijk alle maakprocessen te digitaliseren. We hebben er ook flink geld in gestoken. We moeten weg van die analoge productiemethode. Want het wordt sneller. Je moet op een andere manier dat gaan editen. Dus laten we daarin investeren. Dan halen we ook jong televisiemaaktalent in huis. Dat geeft ons een voorsprong. Okay, ik ben altijd op zoek naar de voorsprong. Dat script. We hadden een kweekvijver, hè, waarom Bart tot Tan vroeger uitkwam. Ja. Hoe heette dat ook weer? Mignon. Mignon. Weet je het nog? Ja. Dus oude doos praten. Maar goed, wij zijn even oud. Maar was een heel goed idee, hoor. Maar Mignon. Daar zijn natuurlijk wel hele talentvolle types uit voortgekomen. Ja, zeker. Umberto was er een van. Umberto, ja. Toen werkte ik er ook en toen liep hij er ook al rond. Laten we vooral Albert Verlinde niet vergeten. Hè? Ook een groot talent. Nou ja, goed. Ik hou niet waar die man van houdt. Nee. Maar ik vind die man wel... Binnen zijn genre, ongelooflijk goed. Echt heel goed. Ik vind hij ook goede dingen maakt. Ik hoef er niet naartoe. Nee. Maar ik vind die man binnen zijn genre heel goed. Hij wordt alleen een beetje boos, hè? Rick Niemann heeft ooit geroepen, 9 ton is wel erg veel voor dat gebabbel. Ja. BNN heeft hem een keer afgeluisterd. Ja, ja. Dan is hij in alle staten, toch? Ja, ja, heeft maar toch. Dat is een beetje kinderachtig. Maar ik zie hem nog zitten in de kantine, want in die tijd werkte ik daar. Dus de AVRO heeft ook nog wel wat goeds voortgebracht. Absoluut. Dat Mignon. Bij Veronica had je dat ook, hè? Voor jongeren. Nog één ding. Zonder AVRO Willem Duis geen Wereld Draait Door. Nee. Ja, oké. Zij hebben dat beetje. Ook wel weer goed bekeken naar de, weet je hoe in Amerika van die shows. Hè? De Johnny Carson show. Here's Johnny. Ja. Hebben ze goed naar gekeken. Goed verplaatst naar Nederland. En heel lang in de lucht gehouden. Ik zat er als jongetje geboeid naar die zwart-wit televisie te kijken. Want Willem Duis bracht ook, en ik regelmatig roep het over, Willem Duis bracht ook De Flok. Een rockband met violen. Nou, dat viel dat weet ik heel ook Nederland. Ja. Echt schande. Ik weet het nog. We gaan even weg bij de omroep. Want je bent eigenlijk gewoon een man die eigenlijk heel erg veel gedaan heeft. Juist in de publishing kant. Hè? Ja, ja. In het uitgeverswereldje. Schets even je carrière. Rotterdam geboren. Geboren in Rotterdam. Een tijd lang in Afrika gewoond. Met mijn ouders. Reden? Mijn vader was landmeetkundig ingenieur. Die werkte voor een Amerikaans bedrijf. Okay. Dus ik heb ook op een internationale school in Afrika, in Liberia gezeten. Okay. Ben er mijn 12e teruggekomen naar Nederland. Maar ik heb daar op zo'n school gezeten en ook een deel privéschool. Dus ik roep altijd dat ik op mijn 12e licht onaangepast terugkwam naar Nederland. Heb MULO gedaan en nog een jaar HBS. Dat hadden we nog, hè? Ja, HBS. De MULO, hè? De MULO. Ja, heb ik ook nog. Allemaal met vier talen van school af. Mm-hmm. Lezen, schrijven en rekenen. Ja, ja. 13 vakken examen. 13 vakken examen. Dat was nog eens even onderwijs. Dat was even onderwijs. Precies. Ook 5 dagen per week gewoon. Ja. Niet zeuren. Ja, precies. Op zaterdag nog school. Op zaterdag. Was je gemiddeld briljant als kind, als leerling? Of was je een dromer meer? Heel braaf. Heel braaf. Werken, huiswerk doen, proefwerken voorbereiden. Heel braaf. Altijd hoogste cijfers willen halen. Heel braaf. Oké. Okay. Heel braaf. Tot de komst van de Rolling Stones, roep ik altijd. Ja. Yeah. I can get no. Precies. Ja, dat vond ik ook. Ja, precies. Dat vond ik ook. Ik ben toen eigenlijk van school afgegaan. Want ik had dat wel gezien. En kreeg een baantje in een boekwinkel. Was het gezin niet blij met jou? Was helemaal niet blij. Mijn ouders waren intussen gescheiden. Dus mijn moeder stond er alleen voor. En die dacht, wat krijgen we nu? Heb ik nu mijn kaderheim? Want mijn moeder dacht, die doet dan de HBS. En dan gaat die studeren. En dan heb ik er één. Want hoe heb je dat thuis proberen te verkopen? Waarom je ineens van school afging? Boeide het je niet? Of was je toen al een beetje met eigen plannen bezig? Ik had helemaal geen plannen. Ik wilde alleen niet naar school. Je was gewoon een nihilist. Ik had er gewoon geen zin mee. Ja, precies. Klaar ermee. Ik had gewoon geen trek. Ja. En aan de andere kant dacht ik, was gewoon de hele dag bezig met LP's draaien, boeken lezen.
strips lezen. Ik was gewoon klaar ermee en het boeide mij ook niet. En ik denk dat het ook niet boeiend was. Heb je gezien, ik heb laderhand jarenlang in het onderwijs gewerkt. Ja. Het was gewoon Hogeschool van heel Amsterdam. Slecht, ja. Klassikaal, saai, ja, one size fits all onderwijs. Ja. Ja, klopt. Dus dat boeide niet. Nee, hoe ik dat thuis gezegd zei, nou, we gaan morgen niet meer in de school. Want ik ga niet meer in de school, zei ik. En mijn moeder was heel praktisch. Die zei, als je niet naar school gaat, dan ga je werken. En als je gaat werken, moet je kostgeld betalen. Ja. En daarmee was de kous af. Dat vind ik trouwens erg goed. Hè? Dat gebeurt ook al bijna niet meer. De meeste kinderen wonen gewoon gratis bij mijn ouders. Ja, moet gewoon betaald worden. Ja. En ik heb een baantje gezocht. En ik ben begonnen bij een boekhandel in Utrecht. Boekverkoper. Gewoon boekverkoper. Precies. Gewoon in de winkel. Klanten helpen. Heel nuttig. Had je toen al enig besef van wat je verkocht aan die mensen? De inhoud van die boeken? Nee. Maar ik begon wel vrij snel in de lunchpauze te lezen en de boeken mee naar huis te nemen. En ik had toch een soort affiniteit. Want mijn opa, dus mijn moeders vader, had twee grote boekhandels in Rotterdam. En daar had ik als kind natuurlijk ook wel gelogeerd. Leuk. Dus ik kon eigenlijk, niet ontsnappen aan mijn lot. En vandaar ben ik boekhandel gaan werken. Vervolgens naar Londen vertrokken. Heb daar een aantal jaren in boekwinkels gewerkt. Penguin, ja. En bekende Pockets. Ja, nee, dat is later. Ik heb bij Foyles gewerkt. Okay. Wat toen de grootste boekhandel ter wereld was. In Londen? In Londen, ja. Oké. Okay. Hoe kom je daar als Nederlandse man binnen? Nou, ik had op een gegeven moment 1000 gulden gespaard. En heb mijn koffer gepakt. En zei, jongens, ik ga nu naar Londen. En Je was al vanaf jongs af aan eigenlijk de man die even riep, jongens, ik ben er even niet. Ben of even jongens, weg. Ik ga voor school. Ik ben even in Londen. Ik ben even in Londen. Is dat een patroon van, ik ben er even niet? Ja, ik ben even weg. Ik heb wel veel gedaan, hoor. Ik heb ook in baan dat ik zei, nou ja, ik denk dat ik eind van de maand ben ik er niet meer. Nee. En daar heb ik gewerkt, in boekhandels. Daar ben ik ook terug naar school gegaan. Ik heb London School of Economics gedaan, niet afgemaakt. Maar daar wel, waar ook Mick Jagger op school had gezeten trouwens. En daar heb ik wel dat was wel de tijd om in Londen te wonen. Hè, maar dan kon je waarschijnlijk meer dan gemiddeld redden in de Engelse taal. Ja, precies. Als jij in een boekwinkel staat in Londen, dan spreek je goed Engels. Maar ik had natuurlijk in Afrika op een Engelstalige school gezeten. Precies, dat was de basis. En dan die paar MULO-jaren en nog een jaartje HBS, dat was de basis. Precies. En daar alleen in het Engels, dat werkte heel goed. En dat was een fantastische stad om te wonen in die tijd. Ja. Ik werkte op Charing Cross Road, daar was Foyles. Als je bij Foyles achter door Brewer Street liep, kwam je in Wardour Street. En dan stond je voor de Marquis. En wat ik daar allemaal niet gezien heb, achter elkaar door. Allemaal Kings, Cream, noem maar op. Want er was gewoon twee keer per week een concert. Ja. Het Mekka. Het was gewoon Mekka. En verder, ik weet niet wat ik allemaal deed. Maar tegen mijn huidige partner zeg ik wel eens, ik heb alles gedaan daar wat God verboden heeft. Ja, goed. En ook nog een paar dingen waar God nog niet aan gedacht had. Ja. En na 4 jaar dacht ik, dan naar huis. En dan ben ik teruggekomen naar Nederland. En daar ben ik, eigenlijk liep ik tegen iemand aan die zei, in Utrecht is iemand bezig om een aantal boekenhandels, Broese en Kemink en Stam, bij elkaar tot één grote boekwinkel te maken. Is dat niks voor jou? En ook daar ben ik weer gewoon naar binnen gelopen en gezegd, ik hoor dat jullie dit aan het doen zijn. En ik heb bij Foyles gewerkt, de grootste boekhandel ter wereld. En kan ik hier komen werken? Nou, dat kan. Ik heb ook begrepen, dat is ook een eigenschap en een talent van je. Jij kunt erg snel analyseren, heb ik begrepen. Dus als jij ergens binnenkomt, bijna dierlijk doe je dat, instinctief. Ja. Je hebt vrij snel in de gaten waar de problemen zitten. Ja. En dit is weer zo'n voorbeeld, zo'n boekketen. Dan denken ze van, nou, dat kan die man wel. Ja, ja. Terwijl die man toch s'avonds thuis zat en dacht, Waar ga ik aan beginnen? Ja, en vandaag ging het. En diezelfde keten, die hadden ook boekwinkels in Amsterdam. Dus een jaar daarna zat ik in Amsterdam om Scheltema, Holkema, Vermeulen en Stam bij elkaar te voegen. En van daaruit werd ik gezien door een uitgever, mijn Arbeiderspers, Querido, Penguin. Ik ben nog uitgeleend aan Vrij Nederland en de Haagse Post. Toen Penguin. En dat heb ik vrij lang volgehouden, omdat ik daar in de organisatie veel verschillende dingen ben. Ik heb echt wel dat 25 jaar gedaan. Ja. Maar toch weer switch. Altijd switch. Vervolgens, als ik het goed begrijp, was je ook erg geïnteresseerd in de stand van zaken binnen het onderwijs in Nederland. Daar had je waarschijnlijk ook alweer een mening over. Nou ja, ik vond dat ik ben uiteindelijk geëindigd bij uitgever M. Meulenhof als directeur. Dat was de laatste uitgeversfunctie? Ja.
En daar vond ik al dat de toenmalige opleiding, de Frederik Müller Academie, ja, dat ze bij mij in dienst kwamen en dat ik dacht, maar je kan helemaal niks. Mm-hmm. Maar, wat doen jullie daar in godsnaam op die opleiding? En dat kan allemaal veel beter, ja, dacht ik, en veel meer gericht. Heb je het dan over de redacteuren die binnen de uitgeverij? Ja, werken? De redacteuren, maar ook de marketeers en de verkopers, ja, en zo. En ik vond het echt allemaal een beetje geneuzel. Mm-hmm. Ik vond ze echt allemaal met een veel te smalle blik ook die uitgeverij binnenkomen. Terwijl ik vooral in die pinguinjaren heel erg had geleerd dat mooie boeken maken is interessant. Maar een heel mooi resultaat aan het eind van het jaar met een flinke winst is ook heel interessant. Sterker en die, nog, die combinatie, ja, is heel spannend. Nou ja, we leven nu in een tijdperk. Hè? Althans, ik schrijf ook boeken. Ik werk aan mijn derde boek. Dat mijn uitgever zegt van, god Ton, kun je eerst eens even kijken in welk programma je gaat verschijnen. Ja. Daar is het zo langzamerhand afhankelijk van. Hè? Dan komen we toch eventjes bij de Wereld Draait Door terecht. Hè? Vitrine voor boeken en cd's, zeg ik altijd. Ja. En vooral alle vrienden van de Grachtengordel elke avond. Ja. Laten we daar toch nog eens naar kijken samen even. Dat is een soort versmelting tussen de uitgeverswereld en de televisiewereld. Want ook de prijzen, zoals van de week, Connie Palme. Daar ging die weer. Dat is samengesmolten tot een soort commercieel product. En het publieke doet daar natuurlijk vrolijk aan mee, de publieke omroep. Terwijl het eigenlijk een hele commerciële aangelegenheid sterker is, toch? Sterker nog, als je kijkt naar de aandacht voor schrijvers en boeken bij de commerciële, die is eigenlijk non-existent. Umberto, dan? Hooguit? Zo nu en dan. Precies. Zo nu en dan. Hij heeft, geloof ik, morgenavond Nick en Simon met een nieuwe boek. Maar het moet wel echt in die straat passen. Ja. En bij hem moet het ook altijd meerwaarde hebben. Zo'n schrijver moet toch wat zou daar een song en dance kunnen doen. Peter, wat zou daar toch in godsnaam instaan, zeg, in dat boek van die Nick en Simon? Nou, dat heb ik gezien. Er staat echt alles in wat je ooit wilde weten van over Nick en Simon. Ja, en schooldagen met foto's van die jonge jongens met korte broeken, met veel te grote gitaren. Ja. Kijk, we lachen erom, maar jij bent uitgever geweest. Ik had het ook gedaan. Is dit, vreten de mensen dit? Ja, verkoopt dit goed? Ja, dit gaat heel goed verkopen. Ja. Ja, dit gaat heel goed verkopen, ook aan mensen die eigenlijk nooit boeken kopen. Nee. Maar laten we eens blijven, want die conctie tussen media en uitgeverij is zo groot en zo is zo groot op dit moment. Je kunt bijna niet meer als onbekend auteur. Wat moet je doen om bekend te worden? Als je niet op tv verschijnt. Als je denkt dat het genoeg is om een heel goed boek te schrijven, dan maak je een ernstige vergissing. Want dat is niet meer zo. Nee. Het verschil, je ziet wat er vanaf de jaren 80 is gebeurd. Ik heb zelf daar uitgebreid om meegedaan, want ik heb echt een wagonlading auteurs bij Adriaan van Dis gehad. Echt achter elkaar door en de effecten waren enorm. Dat was Meulhof. Ja, de grote schrijvers, hè? Ja, de grote namen. Ja, precies. De Naipol en die kwamen allemaal te zitten. En dat was ook kanonnenwerk, het verschil. Maar als je ziet hoe dat is gaan verschuiven, is dat die markt is sowieso gekrompen. Dus voor die uitgevers is het verschil tussen succes en niks per boek heel groot geworden. Terwijl je vroeger was een soort middengebied waar een auteur kon bestaan. Ja. 3.000-4.000 verkocht, misschien 10.000 verkocht. Mm. En maar die auteurs hadden meestal ook banen erbij. Nu is de auteur, Tommy Wieringa, de auteur is een ster geworden. Ja. Of een merk. Precies, en, dat is wat je ziet. En dat is wat je ziet. Ja. En dat is natuurlijk precies wat televisie wil. Ja. Want televisie maakt sterren. Ja. Mooi voorbeeld, Joost Swagerman. Helaas overleden. Ja. Maar fantastisch, hè? De rubriek die hij in de Wereld Draait Door had. Een soort analyse van kunst. Ja. Dus schrijvers gaan ook nevenactiviteiten ontplooien om ook toch maar weer op die televisie te komen, toch? Ik spreek nog wel eens met jonge mensen die zeggen, ik word schrijver. En dan zeg ik, nou, nee, dat word je niet. Wat je wordt is zelfstandig ondernemer. En je gaat jezelf opwerken tot een merk waarbij je op een aantal terreinen kunt verkopen. Want schrijver, ja, dat doe je ook. Ja. Maar je bent vooral bezig om je eigen publiek te werven en te vermarkten. En eigenlijk was Mulisch al ongelooflijk extraverte schrijver. Absoluut. Telefoon voor de heer Mulisch in Amerikaan. Die had zijn eigen PR toch ook al. Volstrekt briljant. Hoewel toen iedereen erop spuwde, het was volstrekt briljant. Ja. Maar je ziet, zo Tommy Wieringa is voor een heel goed voorbeeld. Dat hij zijn man heel zorgvuldig heeft gebouwd aan dat oeuvre. En ook weet wanneer hij weer een tijdje weg moet blijven en met welk nieuws hij weer moet komen. En hij heeft ook altijd, als je hem terugkijkt, zie je ook dat hij een hele consistente toon heeft in de manier waarop
die op televisie verschijnt. Hij wil zichzelf positioneren als de denkende Nederlander die schrijft. Ja. Nou, dat doet hij heel goed. Maar we hebben nog een ander mooi voorbeeld waar ik enorme fan van ben. Dat is Gunberg, hè? Arnold Gunberg. Die was toevallig op televisie van de week. Ja. En dat ging over zijn moeder, dat boek. En daar heeft hij ook een prachtige documentaire over gemaakt, ja. Hè? Dat weet je. Dat is nou juist een man die doseert. Die schrijft zich suf, hè? Die kom je overal tegen. Maar dat is nou net een man die relatief heel weinig op televisie is. Dus dat is ook een keuze. Dat heeft hij geleerd van zijn grote voorbeeld, Philip Roth. Die zie je ook, doet het ook niet. Nee, dit is een man die in de jaren 60 zorgvuldig in Amerika iets losliet en dan weer dat. En of Saul Bellow was ook zo'n man. Die heb ik zelf nog naar Nederland gehaald met heel veel moeite. Ja. Zorgvuldig doseren, want kijk, het publiek kan ook genoeg van je krijgen. Hè? En dat is het andere, de beweging die ik in de media zie, is dat het eet op en spuwt uit. Hè? Het gaat heel snel, het gaat echt veel sneller. Er zijn een aantal syndromen, hè? Het Peter R. de Vries syndroom. Ja, soms ja. Twee keer per dag op televisie. Tegen 2000 euro per keer. Dat ook nog, op tv. Maar ik ben niet uit, trouwens. Schrijver doseert nog wel, hè? Ja, die gaat ook, dat is noestige arbeid. Waar je dus verscholen zit, ver weg van de mensheid. En als het boekje er dan is, dan moet het gepromoot worden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook televisiepersoonlijkheden. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens. Waarvan ik denk, we zijn ruim over de verzadiging heen. Ja, dat denk ik ook. Ja. En elke BN'er schrijft een boek. Ja, moet. Ja, of heeft althans... Een ghostwriter. Heeft althans iemand gevonden die dat heel competent voor ze kan doen. Is dat, jij komt ook uit de oude sfeer van boeken. En is dat niet ook heel erg jammer dat dat zo geworden is? Dat het niet meer... de romantiek heeft van, zoals vroeger was de televisie eigenlijk ook nog een minimaal medium, hè, met één of twee zenders. En het is nu ook één groot pakhuis en de boeken is ook één groot pakhuis. Ja, maar ik ben het met je eens, maar ik kijk nooit achterom. En dan denk ik, weet je, het is gebeurd, het heeft zijn functie gehad. Okay. Er zijn personen opgebouwd, cultussen opgebouwd, er is cultuur opgebouwd, maar het is weg. Ik kijk wel vooruit en denk... Als jij nou een heel serieus boek wil schrijven of een hele serieuze roman wil schrijven, welke mechanismen zijn er dan nu om te zorgen dat jij als schrijver je publiek kunt bereiken? Mm-hmm. Dat vind ik een interessant vraagstuk. Ja. Want boeken schrijven en mensen die dat willen schrijven, dat gaat niet weg. Nee. Dat die behoefte om je verhaal te vertellen, dat blijft. Alleen de wereld waarin dat verhaal landt is echt totaal anders geworden. En een functie van een uitgever is... en de meesten hebben dat nog niet in de gaten... is om met die schrijver veel meer te praten over je imago, je stem... wanneer verschijn je in de media, et cetera, et cetera. Ja. En daarmee komt het functioneren van uitgever... word je ook veel meer iemands agent. Je wordt veel meer zijn impresario dan dat je een... zeg, geef dat manuscript maar hier, ik maak er wel een boek van. Want eerlijk gezegd, een boek maken, nou, dat kan iedereen. Maar een verhaal heel goed oppakken, het goed redigeren, zorgen dat het klopt, weet je, consistent, coherent. En dan zo'n auteur goed de markt opbrengen en berg te berg leiden. En soms ook af te remmen en zeggen, nou, ben je gebeld door die en die op televisie? Het is bijna dat het profiel wij, van dat een... Dat gaan wij niet doen. Het is bijna het profiel van een talent van Ajax, zeg maar. Hè? Nou, het is een... Je een scout het ook. Een speler langzaam brengen langzaam is dan het de cliché. Ja. Het is erg leuk. Je zit hier natuurlijk om met mij te praten over de media en over de uitgeverswereld. Maar je gaat dus ook voor ons, Café Weltschmerz, interviews doen. Ja. En ik denk dat we al een beetje bezig zijn. Als ik je goed beluister, hoor ik al een thema van je... wat je waarschijnlijk hier op tafel gaat gooien. Ja, kijk, een uitgever managed... Kijk, een uitgever is eigenlijk een manager-directeur. Dat is een man die zorgt dat alles rolt en dat het geld klopt. Dat zijn eigenlijk de twee functies van een uitgever. De boekhouding sluit en de op. En tegelijkertijd managt hij twee soorten talent. Hij managt het talent van zijn personeel, de redacteuren, de vormgevers. Want dat zijn ook allemaal creatieve mensen. Ja, natuurlijk. Want die mensen, die managen weer de creativiteit van de schrijver. En dat is een soms heel breekbaar proces. Mijn partner is nog uitgeefster. En bij ons gaat zaterdag zonder de koffie ook nog wel eens de telefoon. En dan riedel ik even snel een lijstje af. Zeg ik, nou, volgens mij is het die. Want, en dan kijkt ze naar mij en zegt, ja, weet je, this is your job.
als je vanmiddag daar even langs moet om over de bol te aaien, of te zeggen dat het allemaal wel goed komt, ja, dan moet je even gaan. Dus je blijft toch heel erg verbonden bij die wereld. Van, ja. Je bent er al een tijd uit. Ja, absoluut. Wat is dat dan toch je grootste liefde feitelijk? Ja, mijn grootste liefde is talent. Ik hou van mensen die talent hebben, ja. Heb ik ontdekt. Daarom ben ik ook het onderwijs in gegaan. Ik hou van mensen die talent hebben, of je nou muzikant wordt, of dat je televisie gaat maken, of film, of gaat schrijven. In de kern is dat talent hetzelfde. Het is een talent wat ergens naartoe wil en iets wil doen. En daar hou ik van. En ik vind het interessant om daar naar te kijken en te zien wat er gebeurt. En ze soms ook te helpen. Is dat ook een beetje gezien onze leeftijd? Ik vind het zelf ook. Ik heb veel mensen begeleid in mijn vak. Nog wel eigenlijk. Is dat niet ook een prachtig stadium gezien onze leeftijd? He, die know-how, dat eminence crisis hebben we toch een beetje van om dat stokje door te geven. Omdat je ziet dat talent ook talent af ontzettend schaars is. Absoluut. En ik vind ook een beetje, ik doe het ook omdat ik die talenten zie. En ik denk, je moet niet dezelfde sores ondervonden hebben die ik de eerste 10 jaar van mijn leven heb ondervonden. Weet je, overal. Want, wij schelen niet zo ver in leeftijd. Zo in die begin van de jaren 60. Als je riep, ik wil dit of ik heb een talent, dan kwam de man met de hamer. En dan weer even terug in je hok. Ja, 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 ja. Toch? Ja. En ik denk, weet je, dus ik wil ze graag zeggen, weet je, je moet gewoon doorgaan met wat je doet. Dat viel mij trouwens heel goed. Dat viel mij dus heel erg op toen ik bij de omroep ging werken. Hè. In het begin kijk je daar natuurlijk gigantisch tegenaan. Ook je baasjes waar je voor werkt. Ja. En dan zie je vaak na een tijdje, als je goed kijkt, dat het allemaal niet zo bijzonder is, dat niveau. Ja, klopt. Ja. Veel egodom. En daar ook, dat wil ik ook graag van jou weten, van, daar wordt ieder mens eigenlijk, hoe briljant je ook bent, per definitie met argus ogen bekeken. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam bij RTL Nieuws op de redactie, daar werd ik eindredacteur. En ik werkte al ruim 10 jaar in de media. Eigenlijk wat ik daarvoor had gedaan, was in de ogen van nieuwsmensen compleet not done. Mm. Ik had bij televisie gewerkt en Radio 1. Ik schreef voor de Volkskrant. Maar ik had ook amusement gemaakt. Maak je meteen verdacht als je op een nieuwsredactie werkt. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Van ja, zeker. Dat segment denken van, we kunnen je nergens inpassen. Want je bent ook zo iemand. Dus waar moeten we met je naartoe? Ja, ja, en je bent dan gevaarlijk geworden. Hè? Omdat je onvoorspelbaar bent. Dat is het. En daar worden de mensen heel, onrustig van. Bedreigend is dat. Dat is heel bedreigend. Ja. Want je kunt niet geplaatst worden. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ik werd er bijvoorbeeld af en toe heel erg opgewonden van en maakte ruzie. Hoe heb jij dat gedaan? Ik maakte ook ruzie. Kijk, ik ben bij Meulhof eruit geflikkerd. Oké. Okay. Omdat ik bij Meulhof zei, ja, dat ga ik dus niet doen. Wat wilde je niet doen? Nou, Meulhof was onderdeel van PCM. En PCM was net, daar waren net die equity partners ingestapt. Dus er kwam een meneer met een driedelig pak uitleggen welk rendement wij met die uitgeverij moesten halen. En ik ben dan zo iemand die zegt, ik word dan een beetje badinerend. Dan zeg ik, god, heb je dat zelf bedacht? Ja. Weet je, dat valt al niet meteen. Het gaat al niet goed. Nee, en toen zei ik tegen hem, heb je dat ook doorgerekend? Ik zei, ja, ik zeg, het papier is geduldig. Want ik kan die rekensom ook nog een keer doen. Heb ik nog meer rendement. Ik zeg, maar de realiteit van de zaak is dat deze uitgeverij gemiddeld dit rendement realiseert. In een heel goed jaar realiseren we dat. En de gedeelte van het rendement pompen we terug de uitgeverij. En dan gaan we jonge auteurs. En dus dat rendement. Maar is dat iemand van buiten die de zaak komt doorlichten? Ja, dat is gewoon een consultant. Van die investeerders. En die vindt jou eigenlijk, terwijl je daar jarenlang zit, een soort snotneus, die zich er feitelijk niet mee wacht met de mond. Nee, en die zegt, het kan hier allemaal veel beter. En dan zeg ik, ja, weet je, dat rendement wat jij er wil hebben, rendement, return on investment, dat kan ik realiseren. Maar dan woon ik die tent in 2-3 jaar uit. Dus dan heb je 2 of 3 jaar heb jij dat rendement, maar in jaar 4, dan verdwijnt het rendement achter de horizon, want dan is het er niet meer. Nee. Want dit wat jij, dat is korte termijn. Je bent gewoon geld aan het pompen en dat doe ik niet aan mee. En toen zei hij, ja, maar meneer Van Gorsel. Zei ik, nou, weet je. Dan hebben we afscheid van u. Ik zei, moet u dat als volgt zien, zei ik. Ik ben als directeur verantwoordelijk voor omzet, winst en continuïteit. En ik ga nu op het derde elementje zitten. Dus dit doe ik niet. Zei ik. Het is totale nonsens. En je was daar directeur? En ik was directeur. Ik was statutair directeur. En dan ga je weg? En dan zeggen ze, ja, dan moeten we toch een ander gesprek hebben. Zei ik, is dat dan met jou en mij een advocaat erbij? Of komen we daar op een andere manier aan? Want ik wist ook wel hoe ver dat ging. Dus ik dacht,
En uiteindelijk zeiden ze, ja, nee, dan moeten we afscheid van elkaar nemen. En toen zei ik, oké, dan moeten we dat dan maar doen. Maar dan gaan we wel even kijken hoe we dat gaan doen en op wat voor manier. En dan zijn we heel, dat was ook binnen een uur geregeld. Maar wat ik eigenlijk wilde weten is van, zoals je dan in zo'n bestuur zit. En je kan wel zeggen, het is allemaal anders. En er is meer openheid en transparantie. Maar de omroep heeft zo zijn eigen sectarische karakter. Ja, hè? Ja, dat is ook eigenlijk wat de staatssecretaris zegt. Die zou het liefst al die types weg. Ja, hij heeft het alleen op de verkeerde manier aangepakt, de staatssecretaris. Hij is over de band van de bestuurlijke invloed gaan zitten. En hij dacht dat hij door, wat ik altijd noem, parachutisme, namelijk mensen vanuit zijn kringen overal te dumpen, dat hij die bestuurlijke cultuur kon veranderen. Ja, dat gaat hem niet lukken. Nee. Want daarvoor is de bestuurlijke cultuur waar hij zelf een onderdeel van is, die zit precies zo in elkaar. Ja. Dus toen hij daar ging verdedigen in de Eerste Kamer, toen dacht iedereen, ja, maar zo ben ik ook in de Eerste Kamer gekomen. Ja. Dus hij heeft dat politiek volstrekt verkeerd ingeschat. Als hij was gegaan aan de onderkant, nieuw bouwen, nieuwe ondernemers, nieuwe creatieve mensen, nieuwe soorten programma's, had hij het systeem langzaam aan de binnenkant veranderd. Ja. Ja. Dat is niet spectaculaire, staatssecretaris, want het gebeurt niet in jouw 4-jaars bestuursperiode. Maar het is wel de enige manier om het te doen. Dit zijn transitieprocessen, daar moet je de tijd voor nemen. Maar wel grappig. Wij kennen ze ook allemaal, hè? Van Hedy Dalcona tot... Er is altijd wel iets met die staatssecretarissen. Van, of er zit er één bij die helemaal echt niets begrijpt van die opmerking. Gemankeerde ministers. Hoe komt dat? Is dat gewoon onkunde? Of is het zo'n raar product dat het moeilijk te organiseren valt? Het zijn een paar elementen zitten daar één in. Het is televisie, dus het heeft een groot bereik en invloed. Ja. Dat maakt jou, terwijl je eindverantwoordelijk bent voor dat ding, ook afhankelijk van dat ding. Dus je komt in een hele rare spagaat te staan. Want ze kunnen je gewoon namelijk ook iedere avond in een praatprogramma uitnodigen, zodat je jezelf na 3 maanden volstrekt kapot geluld hebt. Ja. Toch? Ja. Dan ben je gewoon uitgehuld. Ja. Tweede moment daarmee is, iedereen is ijdel, dus je wil graag met je gezicht op televisie. Mm-hmm. Dat is het derde. En het derde element daar is dat staatssecretaris zijn gewoon gemankeerde ministers. En een staatssecretaris is iemand die tijdens dat bestuursperiode een standpunt moet innemen en iets moet presteren. Anders wordt hij in de volgende kabinetsperiode geen minister. En kijk maar naar al die mensen. Staatssecretaris is het dead end. Nou ja, het punt is, waarom we nog steeds niet een vast patroon hebben, is dat we natuurlijk elke 4 jaar weer een nieuwe machtswisseling krijgen. Ja. Piet neemt het pakketje van Jan over. Wil er toch altijd weer eventjes zijn eigen urine over. Je moet altijd even stempeltje drukken. Toch, dat is toch het feit. Ja, dat is absoluut waar. Maar ik werk nu 25 jaar voor de omroep. En die discussie en wel eens niet is. En bang voor eigen status, inkomsten. Ja. Dat vind ik nog steeds de rode draad. Ja, maar dit is meer uitvloeisel van ons politieke systeem dan dat het iets is wat de publieke omroep veroorzaakt. Ja. Want, en altijd maar even, we moeten naar het BBC-model. Ja, dat is echt totaal dat vloken. Is zo grappig, want dat toch ook al 20 jaar geleden. Daar word ik zo gek van. Vind je dat afschuwelijk? Het BBC-model bestaat niet. Dat is één. Ja. Dat is namelijk al jaren geleden opgesplitst, over Nederland verdeeld. Als we naar het BBC-model gaan, dan gaat een derde van het Mediapark naar Groningen. En een stukje gaat naar Maastricht. En dat zou makkelijk kunnen trouwens, zo in een klein rotlandje. Maakt allemaal niet meer uit. Nee. Maar dus het BBC-model, wat zij zien, is het uitzendmodel. Ja. Het productiemodel wat erachter zit, is heel anders dan de voorkant. Dat is één. Twee, de BBC maakt televisie voor de wereld. Nee, BBC World. Dat is BBC een afdeling World. Van BBC maakt televisie voor ongeveer 3 miljard mensen. Ja, dat is gigantisch. Als wij in Nederland dezelfde prijzen gaan heffen voor de omroepbijdrage als in Engeland, breekt de pleuris uit. Ja. Dus dat model, dat wordt even vergeten. Dat wordt even. Ja, ja. Dus dat model is flauwekul. Je projecteert een model van een land met een enorme achterban, met veel meer geld, op een heel klein land. Maar ik heb dat zoveel mensen horen roepen. Ze zeggen, die mensen weten niet waar ze het hebben. Nee, maar dat is leuk dat we het daar even over hebben, want men roept maar wat. Het is geklets. Ja. Het is geklets. Ik heb ook in een vergadering bij de staatssecretaris, die begon ook weer over het BBC-model. Toen zei ik, ja, meneer, weet u, ik wil daar 2 dingen over zeggen. Ik heb een interview met uw gezin in uw woonkamer. Er stond geen televisie, maar dat deze opmerking even bijzijde. En het BBC-model bestaat niet.
it doesn't exist. Het is een politiek construct wat jullie gemaakt hebben. Ja. Wat je op Nederland wil leggen. Maar je wil eigenlijk iets anders. Je wil eigenlijk staatstelevisie. Dat is het feit. Dus zeg nou dat je TV Moskou wil, want dan weten we waar we aan toe zijn. Ja. Nou, dat was natuurlijk allemaal niet waar. Dat begrijp en ik. Wat men vergeet, dat zijn van die kleine berichtjes. Bij de BBC worden ook 2000 mensen ontslagen. Maar, dit weekend in The Guardian een enorm stuk over die bij de BBC. Het is weg. Compleet uitgehold bedrijf het, ook. Het bedrijf is echt al met een derde gekrompen. Ja. Er gaan nu nog 2000 man uit volgend precies. Jaar. Dus het is een soort, er wordt een soort ideaal geschetst wat feitelijk nergens op gebaseerd wat is. Wat niet wegneemt dat ze fantastische televisie maken. Ik heb weer naar de uitreiking van de BAFTA's gekeken. Toen dacht ik, wij doen dat heel leuk met de Afro-televisiering. Maar dit niveau van de BAFTA's, daar zijn wij nog niet. Nee. En het is vooral snelheid. Ja. Wij zijn langzamer. Ik wil nog even één dingetje van je weten. Want aan bestuurlijke taken plakken ook vervelende dingen. We hebben het over de BBC, waar behoorlijk geroust is. Hè? 2000 man, en dat gebeurt dan een paar keer. Je hebt het ook moeten doen, denk ik. Ja, twee keer. Kun je daar in het kort over vertellen? Want hoe vervelend is dat? Misschien raar voor iemand als jij, die toch wat anders is dan de andere bestuurders. Ja, ik vond het mateloos vervelend om te doen. Ook omdat de eerste keer eigenlijk die bezuiniging die van op de NPO werd doorgelegd en naar ons werd doorgeschreven, eigenlijk out of the blue kwam. En er moest gewoon ineens, geloof ik, 20 miljoen uit bij de AVRO. Het ging het niet over die begroting van 350 miljoen? Exact. Hè? Nou, dat is hem, hè? Ja, daar was 20 of 25 dat miljoen was hem. Die lag op ons bord. Dat was hem. Toen heb ik gezegd, weet je, ga dit gevecht niet aan met de overheid. Want wij moeten als bestuur onze tijd en energie stoppen in het die verwerken van die bezuinigingen op zo'n manier dat het bedrijf er onbeschadigd uitkomt. En als dat betekent dat sommige individuen hun baan verliezen, dan vind ik dat heel erg. Dus bouw een fantastisch sociaal plan. Ga naar de minister en zeg, geef frictiegeld. Dat hebben we ook gekregen. Mm-hmm. Maar het bedrijf moet er onbeschadigd uitkomen. Want onze verantwoordelijkheid als bestuur is om te zorgen dat dat bedrijf doorloopt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. En dan is het heel vervelend om dat te moeten doen. Ja. En dan komt er een heel proces, weet je wel, wie is er vlak tegen zijn pensioen, welke mensen toch al weg. Nou, die zaten er wel hoor, in Hilversum. Hè? Genoeg. Ja. Voldoende. Zat veel te vegeteren nou, ook. Ik kan je zeggen dat die eerste bezuinigingsronde in Hilversum van die 300 miljoen, die is vrijwel geheel uit de schil. Ja? Er is niks gebeurd. Nee, maar... Er is niks. En aan de programma's heb je niet gezien. Nee, je merkt het dus niet. Nee. En dat is trouwens ook, Jan Slachter heeft zich heel erg druk daarover gemaakt. Maar er waren ook gewoon nuchtere critici die zeiden, kom op. Je kan echt snijden in die omroep. Ik heb gezegd, die ruimte is er. Ja. En je moet het nu doen, terwijl je het nog zelf mag doen. Ja. Als iemand anders het voor je komt doen, dan ben je niet meer in controle. Dan kun je het bestuur net zo goed naar huis gaan. Nee, maar... laten we wel zijn, hè? Als je het contrast met weer die discussie over die bedragen die de sterren verdienen. Er waren ook heel veel mensen die hadden zoiets van, schiet even op. De televisie werd nog een halve minuut op zwart gezet, geloof ik. Ja. Mensen werden geïnterviewd van... er zijn hele bevolkingsgroepen die drie keer minder verdienen. Absoluut. Waar in de metaal of wat dan ook, waar ook per keer duizenden mensen worden ontslagen. Ja, maar als er in de media iets gebeurt... Ja. Dan is dat zo'n heilig huisje. Ja, dat is datzelfde mechanisme waarom die staatssecretarissen altijd bang zijn om met die media in de slag te gaan, om ze in die spagaat komen Want te staan. Ze komen, als ze gaan roepen, komen ze ook automatisch in die media natuurlijk. Ja, exact. En ik vind dat met name de publieke omroep daar een hele zuivere rol in moet spelen, iedere keer. Ja. En ik vind ook dan die eerste keer dat je niet moet gaan protesteren, dat je nu een keer... Na de scheepvaart en de vliegtuigbouw. Dat bedoel ik. Dat je nu een keer aan de beurt bent, want jongens, jullie zijn ook aan de beurt. Ja. En het is ook eigenlijk terecht. Precies. En die eerste ronde, ja, dat was vervelend voor die mensen, maar het kon. Het was er. Ja. Die tweede ronde die we gehad hebben, dat begon al pijn te doen. Ja. Want toen moesten we eigenlijk in het redactionele apparaat gaan snijden. Dat vond ik veel vervelender, want dan tas je de kwaliteit van je organisatie. Precies, dan wel. En dat vond ik echt veel vervelender. Ja. Nou, daar ben je nu voor gevrijwaard. Ja, tot 2020 is de zaak in feite even in een veilige situatie terechtgekomen.
Maar over 2 jaar stop je dus. Ja. Ik wil heel graag dit gesprek afsluiten. Wat ik erg leuk vond. Ja, ik vond het ook leuk. Ook heel erg leuk, omdat we heel goed de wereld bespreken... waar we alle twee mee te maken hebben en mee te maken hebben gehad. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Vond het leuk. En u kunt Peter hopelijk binnenkort in de interviewrol zien... met al zijn know-how. En ook daar heb ik een ongelooflijk goed gevoel bij. Dank je wel. Ja, dank je wel.